vandaag precies? Vandaag organiseren wij de Nationale Buitenspeeldag. Het is georganiseerd door Nickelodeon. Die staat vandaag ook op zwart, omdat alle kinderen dan veilig kunnen spelen. Wat bedoel je daarmee? Er is geen andere bezigheid, ze moeten wel naar buiten. We hebben hier nog een aardige mevrouw natuurlijk, een hele goede middag. Leuk dat je er ook bij bent, 12 jaar oud. Volgens mij niet verloven, niet gescheiden, maar in ieder geval, wat is uw naam? Imen. Wat is er te doen vandaag? Alle leuke dingen, zoals springkussen, stormbaan, schminken, drinken, fruithapjes en zo. En wat heb je allemaal gedaan vandaag? Net als springkussen, maar dan moet je voetballen. En waarom wordt dit georganiseerd dan? Nou, de kinderen die zijn niet echt bewust van het verkeer hier om de omgeving. Daarachter loopt een grote weg. En er zijn wel hekken omheen, maar er gebeuren vaak ongelukken. En daarom hebben we ook de politie uitgenodigd om kinderen bewust te maken van de veiligheid en eigenlijk van elkaar. Ik ben Danny Houkens, ik ben hier de wijkagent van Zuilen. En wat kom je dan doen? We proberen de kinderen te vertellen dat als ze zomaar achter een auto vandaan steken, dat het wel gevaarlijk kan zijn. En je staat hier ook met je motor. Vinden de kinderen wel interessant, of niet? Nou, volgens mij wel, ja. Want ze kijken de hele tijd wel naar de motor, dus... Soms zullen ze erop zitten. Nou, dat mag dan nu, hè. Luisteren de kinderen dan goed naar je als je ze wat vertelt? Nou, kijk, dat is natuurlijk nu de kracht, hè. Kijk, als je je jongeren nu leert kennen. En ik zit hier al 10 jaar in deze wijk. En ik heb de meesten ook zien opgroeien. Dus dan luisteren ze wel naar mij natuurlijk. Ja. Je bent wel echt een bekende hier. Dus. Iedereen kent mij, ja. Ja. Ik hoop dat dat positief is. Ja, soms wel, soms niet. Wat heb je nu in je hand? Dat is gewoon een blaadje met al die dingen erop. En dan als je alles hebt, dan krijg je een suikerspring. Oh, dus je moet eerst alles doen? Ja. Zou je het wel vaker willen? Ja. 1 keer in de week. 1 keer in de week? Kun je geen Nickelodeon kijken, hè? Nou, dat is niet zo belangrijk. Ja, maar ik geef wel iets mee leren. Soms bij sommige tekenfilms en zo. Of bij quiz en zo. Ik geef wel leer bij Nickelodeon. Maar tv is ook wel leuk om buiten te spelen. Want speel je vaker buiten of binnen? Buiten. Allebei. Altijd voetbal met hem. Bij TOT's plein. Hier speel ik altijd voetbal. Gewoon lekker sport. Sport. Ja. En als je nou binnen zit, kijk je dan Nickelodeon of ga je dan achter de computer? Soms huiswerk. Want je moet ook huiswerk leren voor school. TV kijken en ook computer en PlayStation. Oh, PlayStation, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, dat is leuk om te spelen. Maar als je mocht kiezen, buiten spelen of binnen? Allebei. Als het slecht weer is, zou ik binnen spelen. Als het wat lekker weer is, zou ik buiten spelen.